Als ik zo zing, is dat precies hetzelfde, zo'n beetje, ja. Wiggle in a trap, I just come out, because I love you too much, baby. Don't you know I? Vijf Belgen zijn verzopen in een zwembad. En dat kwam omdat de badmeester zei: ophou met zwemmetjes tijd. Ik spreek Frans, Duits, Engels, Portugees, Geelge, Iers, Hebreeuws enigszins. Dus ik ben wel een beetje een talenknobbel. Comment ça va? Bien, comme si, comme si, comme si, comme ça. Un peu, pour que c'est... Ja, nou weet ik het niet meer in het Frans. Ik heb geen vriendin. Wat zou jullie mij willen aanraden nu? Zou je even iets meer in je haar? Ik doe daar niet aan. Ik word versierd. Zo, met jou wil ik wel een stroopwafeltje eten. Wil jij een vriendin? Nou, als ik jou zo zie lopen nu. Ja, dankjewel. Ja, ik zeg altijd, ik zit in een sprookjeshuwelijk. Ik word iedere dag wakker met een heks naast me. Ik word nu wat ouder. En wat mis ik nou het meeste? Dat ik niemand op zijn bek heb geslagen. Lijkt me zalig om te doen. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk was ik nooit. Kijk die knokkeltjes zo en dan zo baf op iemands neusbrug. Heerlijk. Ik ben een paard. Hengst terug af en toe? Een beetje bokken als het niet bij aanstaat. Mijn vrouw is een schaap. Nee. Ik vind u toch meer een olifant. Nou, ik dacht het niet. Zeg uit, slurf heb ik niet. Gorilla. Oh, dat moet je zo doen, hè. Leidse glimmer aan herkennen, onze Leidse sleutels. Ik heb de Leidse sleutels op mijn arm en ik heb het op mijn tand staan. Het is niet een kunstje. Het heeft er niks mee te maken. Ja, ik had een paar drankjes op en het leek me toen echt een heel goed idee. En nu al lang niet meer, het is echt een slecht idee. Hoe ik iemand op straat zou laten schrikken? Jeempje. Ja, dat is wel een hele goeie. Dan ga je achter iemand aanlopen en dan ga je een beetje door je benen heen en dan knijp je in de kuiten. Terwijl je knijpt roep je heel hard boe. Daar is het. Wat voor stiekems doet u allemaal op uw werk? Naar mooie vrouwen kijken. Wat is de gekste bek die u kunt trekken? De gekste? Niet verder vertellen. Lijkt wel man bij het hond, want die hadden ook altijd van die achterlijke vragen. Weet je dat nog?